Oh my god! Wacht eventjes. Wacht eventjes. 2 keer een 3-man team? Wat zijn dit voor eieren? Spinnen, cool. Yo kijkers van de V-Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games of de Blitz Survivor Games. We gaan vandaag lekker spelen, we gaan natuurlijk kijken of we kunnen winnen, want dat is iets wat we eigenlijk al heel lang niet meer hebben gedaan. En omdat we gaan winnen, ik wil eerst met de random kit spelen dit potje, maar ik denk toch dat we dit potje gewoon even met de bakery kit moeten gaan spelen. Kijken of we kunnen winnen. En misschien het volgende potje met de random kit gaan. Ik weet namelijk dat heel veel mensen het leuk vinden als ik met de random kit ga. Het is natuurlijk net zo van, ja, wat ga je krijgen? You never know. Dus ik denk dat we dat het volgende potje gaan doen. Laten we gewoon dit potje eventjes gaan focussen, kijken of wij hier dus kunnen gaan winnen. Ik hoop het in ieder geval, want het is pittig lang geleden dat we hebben gewonnen. We zijn wel steeds dichtbij geweest, wat jullie ook wellicht hebben gezien. Weet je wel, 2e plek, 3e plek, soms 4e plek, maar dat is op zich ook nog best wel dichtbij. Ja, maar het gaat natuurlijk om die nummer 1 plek. Maar goed, daar gaan we dus vandaag voor. Mensen, bedankt voor alle reacties en likes natuurlijk. Die zijn achtergelaten op de vorige video. Mocht je nou benieuwd zijn of ik op jou heb gereageerd, check dan eventjes de vorige video. Dan kom je daar heel erg snel achter. En als je natuurlijk er toch bezig bent, klik dan vast deze video een like aan. Maar voorbaat dank. En ik heb het lang niet meer gezegd. En ik ga het toch weer eens een keertje zeggen. Ik zie weer een aantal reacties vaak voorbij komen waarbij het is. Mocht je nou een reactie achterlaten, dus je hebt van Duffy. Het is eigenlijk een normale vraag. Natuurlijk moet niet uitschelden en wat dan ook. Maar je stelt bijvoorbeeld een normale vraag aan mij en er komt geen reactie op. Dan heeft het ermee te maken waarschijnlijk dat jou in jouw instellingen hebt uitstaan dat mensen op jou kunnen reageren. Dus dan moet je daar eventjes op gaan letten. Moet je er even aanzetten, dan kan ik wel op je gaan reageren. Dus dat is het hele... Holy freaking damn. Holy freaking damn. I'm still alive. What the freaking hell. Enchanted Stone Sword. Terwijl iemand daar eigenlijk mijn KS nu, want ik had hem down kunnen krijgen achteraf. Achteraf had ik die persoon gewoon down kunnen krijgen. Maar ik durf eventjes niet in gevecht te gaan op het moment. Want kijk deze kerel die achter me aan zit. Daar gaan mijn golden apple, daar gaan mijn bottle. Oh, 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 oh. Wat gaan we trouwens weer lekker vandaag. Is dit een team? Oh, het is ook nog een team. Maar ze hebben niet met mij als een team neergehaald. Mensen, ik zie jullie weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map. Citadel, kijken of we hier meer geluk hebben. Ik neem de random kit, we werden net gewoon kaart gerekt. We hadden eigenlijk niet eens genoeg tijd om een mooie kist te openen. Dat we op zich wat goede keer hadden. En ja, dan gaan we natuurlijk heel snel. Nieuwe poging, nieuwe kansen. Random kit gekozen, daarmee moet het goed gaan komen. Dan hoop ik natuurlijk niet dat ik of de Archer kit krijg of de Fisherman kit. Want dat zijn de twee enige kits volgens mij die ik... niet echt heb geüpgrade. Ja, scout kit ook niet helemaal. Maar voor de rest heb ik op zich wel OP kits die ik op zich wel overal kan gebruiken. Dus ik hoop in ieder geval een goede kit. Maar ja, we zullen zien hoe het gaat. Dankjewel. Oh, ik wil zeggen dankjewel voor die helm, maar die krijg ik helemaal niet. Doe lekker de letter schoentjes aan, want anders krijgen wij pijn aan onze voeten. Terwijl wij over het gras rennen. Oh, ik spring helemaal fout. Ik spring gewoon helemaal fout. Kom op, wat goed. Kom op man, Minecraft. Geef me even een stone sword, alsjeblieft man. Kom op. Stone Sword, Full Iron. Nee, dat gaat gewoon nooit gebeuren. Maar zit hier wat... Oh man. Nee, ik doe wel even mijn schoenen nu uit. Doe die even aan zo. Weet je wat ook nu het nadeel is? Ik weet ook nog niet wat voor kit ik ga krijgen. Dus ik kan ook... ik kan ook niet echt mijn gear erop afstellen van... Oké, ik neem dit wel mee. Ik neem zus niet mee. Omdat het gewoon zo lastig... Oh, what the freaking hell. Dat het gewoon zo lastig is wat ik ga krijgen. Terwijl ik een screenshot heb gemaakt. Oh, wauw. Drukte ik serieus F2 in. Nice gedaan, Duffy. Heel nice. Oké, zullen we dit even zo. We krijgen over 10 seconden krijg ik mijn kit. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het is natuurlijk ook wel spannend nu voor mij. Van wat gaan we krijgen? Zit er iemand boven mij? Waarschijnlijk wel. Oké, we hebben... Oh, deze kit. Dit is nou juist precies een kit die ik niet wil. Roach kit. Heet die volgens mij? Zo spreek ik volgens mij uit. De Roach kit. Wat natuurlijk wel leuk is als ik hier nu natuurlijk naar boven ga waar hier iemand zit. Dat ik diegene op dat moment wel mee af kan mappen natuurlijk. Met mijn diamond sword. Maar... ik ben geen fan van deze kit. Ja, ik weet niet wat deze fan nou probeerde, maar hier ligt wel een egg. Wat zijn dit voor eieren? Spinnen, cool. Die heb ik nog nooit gehad in de Hunger Games. Hoe heet deze kit dan? De Archeologist kit. Oké, nou ja, vet. Dankjewel ervoor. Wij hebben in ieder geval spinnen. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. En dat composeert toch een beetje mijn kit die ik heb gekregen van mijn eigen kit zelf. Vind ik zelf. Aangezien ik nog niet echt kan zeggen dat het zo'n OP kit is die ik heb gekregen. Tuurlijk, je hebt een diamond sword alleen. Ja, wat heb je? Voor mij kan ik er 2 durability. Nou ja, dat zijn hooguit 3 hits. Dan is hij voor mij gedaan, dan is hij voor mij kapot. Dus dat is nou niet echt dat je zegt van wow, fantastisch. Maar goed, we gaan er gewoon voor. We gaan ermee door. We hebben wat dat betreft wel al een mooie gear. Want we hebben natuurlijk gewoon een volledig gear setje. We hebben ook een goed zwaard. Dus wat dat betreft moeten we helemaal niet lopen te klagen. Dat ik even zit te spieken. Misschien zie je hem al. Ja, niet dat ik naar beneden kon springen. Want was ik... Oh, daar zien we iemand. Oh, gold leggings. Dank u wel. Ik doe net alsof ik weg ga rennen. Zo van... Oh nee, ik durf niet.
Wrecked, mate. Wrecked. En het was ook nog een MVP ook. Wat voor kit had die dan? Niet echt iets dat ik. Niet iets wat ik hier uit kan halen van. Oké, hij had een OP kit. Laten we eerlijk zijn. We hebben niet iets gekregen van. Wow, wacht even. Misschien gold. Ah, Knight 5. Ja, natuurlijk. Een MVP hoeft natuurlijk niet altijd een OP kit te hebben. Maar vaak denk ik dat altijd wel. Maar goed, in dit geval niet. We gaan lekker door. We hebben nu een beetje controle. Weet je, we hebben wat gear. We hebben wat. Oh, wat spulletjes. Ik zet even deze hier neer. Ik heb die even daar neer. Zo. Oh, ja, nee, dit is... Oké, nu staat het goed, oké. Wacht, we doen in plaats van gold helm, doen we nog even een chain helm op, want dat ziet er leuker uit, maar gold is mooier. Alleen chain gaat er langer mee natuurlijk dan gold, maar voor de rest, wat maakt het uit? Ik had nog in één keer nog maar 4 mensen leven, moet je nagaan. Ik maak hier een kill, ik kijk 1 keer in mijn inf, boom, alles is een beetje klaar. Dit is echt bizar. Maar goed, wat dat betreft, ja, ze ruimen elkaar lekker op, hoef ik het niet meer te doen. Oh, Luffy, arrogant. Let's freaking go, Let's go, let's go. Duffy speelt veel te veel League of Legends. Klopt mensen, ik ben verslaafd. League of Legends. Duffy, speel je League of Legends? Ja, wat is je game naam? Cosmo Gold. Oh shit, had ik niet moeten zeggen. Nee, dat maakt mij niet uit. Je kan me toevoegen, ik weet niet of mijn friendlist vol zit. Cosmo Gold voor de mensen die League spelen. Ik accepteer vaak iedereen, boeit me niet zoveel. Maar dat wil niet zeggen dat ik met je ga spelen, daar niet van. Maar als je me op League wil hebben, joh, voeg me lekker toe. Ik weet niet waarom ik dit net allemaal vertelde. Maar ja, maakt het helemaal niet uit. Wij gaan rustig door. Terwijl ik even aan het kijken ben. Waar zit nu iemand? Want ik kan wel als een debiel natuurlijk nu... ik noem het even het dorpje daar. In ieder geval daar naartoe gaan rennen. Maar als je geen overzicht hebt... Ja, dan ren je eigenlijk gewoon een dead trap in. Want ze kunnen dan van alle kanten komen. Dat weet je natuurlijk nooit. Dus ik probeer eigenlijk een beetje van een vier een beetje te kijken van... Zie ik iemand? Tuurlijk, ik heb geen Optifine of iets, maar... Optifine is inzoomen, toch? Volgens mij wel. Maar alsnog, ik zie ook helemaal gewoon niemand in de... Oh my god, in de buurt. Oh my god, dit is freaking hoog. Zijn die boven eigenlijk ook kisten? Laten we het gaan exploren. Like Dora. Dora de Explorer. Nee, zit echt helemaal niks. Oké, dat betekent, wij rennen nu ook bijna iemand voorbij. Wat ik dus bijna zo denk is dat... Oké, daar zien we iemand bij de boom. Met de Pigman kit. Ai. Is er wel een kist? Dat vind ik lastig, een Pigman kit, want... Pigments die zijn zo OP de laatste tijd, dus echt niet normaal. Ja, alleen de laatste tijd, normaal zijn ze niet OP hoor, maar... Oké, we gaan hem gewoon in zijn back proberen aan te vallen. Let's freaking go. Dit bedoel ik dus, hij rent weg van mij, kom hier! Draai om dan en vecht. Als een man, of geef je over en zwicht. Jesse en James. Miauw, ogen dicht. Oké, ik heb zijn Pigment wel uitgeschakeld, dat is natuurlijk wel iets positiefs, maar... Oké, hij is down. Er liggen ontierlijk veel spullen op de grond die ik zeker moet hebben. Oké, ik heb zijn botten meteen op kunnen pakken. Ik moet nou zijn broek nog even snel. Are you kidding me? Waarom let ik niet op? Besef mensen, door wat wij worden gekild. Door iemand die qua gear ik hem makkelijk aankom. Oh my god, dit zijn weer van die momenten, weet je. Gewoon weer geen win in de hun games. Mijn spinnen liggen hier nog. Allemaal bottles hier nog. We zijn derde geworden. God damn it, met 3 kills. Mensen, ik zie jullie natuurlijk weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Egypt. Ik ga weer voor de random kit. Maar als je het vorige potje best wel een klote kit kregen, ga ik er vanuit de Mike van Assis heeft van... Duffy, we gunnen jou ook gewoon een keer een goede kit. Dus ik ga weer met de random kit. We zullen wel zien of wij gaan winnen. English in chat. Oh, sorry. Oh, sorry. Tjonge, jongen, meteen die Engelse boos. English in chat. Sorry hoor, dat mensen even met mij aan het praten waren in de game room wachtruimte. Tjonge, jongen, wordt meteen agressief. Oké, give me the loot. Oké, dit is oké, weet je, dit is gewoon het standaard gebeuren in de Hunger Games. Een helmpje, schoentjes. Nou moeten we snel een wapentje vinden dat we onszelf kunnen verdedigen. Oh, kijk aan. Oh, kijk, daar gaan we al. Daar gaan we al. We krijgen lekker een hit. Daar gaan we al. Vandaag best wel gemaakt komen hoor, maar dat wil niet zeggen dat ik je ga saven nu, want jij hebt mij gehit. It's war. Ja, je kan me wel spullen gaan geven, maar jij sloeg mij net. Heel simpel. En mensen die mij slaan, die moeten dood. Waar dan gewoon een stone sword op de grond ligt. Die heb ik nu opgepakt. Oh my god, nu gaat hij wegrennen. Kom hier, ja, ik ga wel zijn stone sword gebruiken dan, weet je. Als jij die op mij gooit, van mij mag je, maar goed. Jij slaat mij, dus dat betekent dat je ruzie met me wil. Heel simpel. Als jij mij slaat, dat betekent ruzie. Klaar. Oh. En dan ga ik je ook niet meer saven. Als hij aardig was geweest, had ik hem misschien in leven gelaten. Maar nee, hij moest per se slaan. Nee, dan is het klaar. Dan we hier een team zien. Is dit een 3-man team of wat? De armor kit. Je komt als geroepen kit. Ik hou van je. Terwijl we hier echt een... Boy, yo, moet je zien. What the freaking hell. Mag ik nou van geluk spreken dat ik nog leef? Of wat is dit voor joke?
Ik begrijp het niet meer. Ik begrijp het niet. Wat hebben we hier? Oké, drie man team. Oh, team roffel. What the freaking hell. Dit is toch... Laten we eerlijk zijn. Drie mensen in de game verpesten technisch gezien de game voor 21 andere mensen. Want hoe... Ja. Jij bent down. Hoppakee. Oké, ik heb eigenlijk eten nodig. Maar goed, ik weet niet of ik eten heb gekregen. Wil we daar ook weer iemand zien? Nee, ik heb niet echt eten gekregen, maar ik heb wel nog goed HP. Oké, ik heb wel speed, dus wat dat betreft, we kunnen het gewoon gaan proberen. Dat was een nice hit, jongen. Dat was een nice hit. Kom hier. Hij is low. Ik moet nog twee hits op hem doen, dan is hij down. Eén hit. Eén hit. Speed, hou nog even vol. Hou nog even vol, speed. Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Speed, hou vol, hou vol. Yes. Hoppakee, oké, man down. Nice. Oké dan. Goed. We gaan even deze kant op kijken. En we gaan rustig eventjes looten. We hebben hier Swiftness Bottle. Nice. We hebben hier... Dit is een looting sword. Die heb ik toch niet nodig. Oké dan. Goed. We hebben nog steeds een probleem. Genaamd het drie-man team. Hoe ik dat wil gaan doen? Ik weet het nog niet. Ze rennen hier. Kijk, ze rennen hier. Ja. Weet je wat het is? Ik kan wel met ze gaan vechten. Maar we weten allemaal hoe dat eindigt, weet je? We weten allemaal hoe het eindigt als ik nu met een drie-man team ga vechten. Dan ga ik dood. En... Ik vind dat zo zonde om nu dood te gaan. Weet je, het is ik. Oké. Eén van de drie is down. Ze komen eraan. Oké, weet je wat? Ik ren door. Ik ben te low. Ik laat de loot liggen. Ik heb één van de drie down kunnen halen. Dat was een MVP. Dus wat dat betreft ben ik al blij dat ik in ieder geval één op down kan halen. Kijk, een twee-man team is toch alweer wat makkelijker dan een drie-man team. Maar... Oh, dit is zo nasty, want ik wil gewoon zo graag ook weer een keertje winnen. Alleen, het wordt me op deze manier gewoon niet gegund. Ja, tuurlijk, ze moeten zelf weten of je gaat teamen of niet. Begrijp me niet verkeerd, mensen. Als jij wilt teamen, doe het lekker. Je moet het niet om mij in één keer diep meer gaan doen, weet je. Zoals je het altijd hebt gedaan. En je hebt zoiets van, ja, ik vind dat dat bij de Hunger Games hoort. Leef je uit, maar... Dit is zo... Oh my god. Weet je wat het is? Aan mijn gear gaat het zeker niet liggen als ik doodga, weet je. Ik bedoel, dan natuurlijk, het ligt aan jezelf als je doodgaat. Dat wel, maar... Ik zit te betwijfelen, zou ik een bottle gaan drinken of niet? Vind ik eigenlijk een beetje zonde nu. Er leven wel nog 12 mensen, dus wat dat betreft, kijk, ik hoef natuurlijk niet het team... Oh my god, wacht eventjes. Twee keer een drie-man team? Hè? Wacht, ik schakelde toch net... En de... Hè? Hier rent, kijk, daar rent die... Ik begrijp het niet meer, mensen. Ik weet serieus niet meer... Oké, wij gaan rustig door. Ik heb serieus voor mij het slechtste potje ever gejoined. Vol met teams. What the freaking hell. Hoe moet iemand zonder een team hier nou normaal in kunnen spelen? Iemand heeft nu net speed gekregen die wel heel snel het gear aantrekt daar. Met zijn iron body. Deze kerel trekt net heel snel zijn gear aan. Oké, deze down. Goed, er liggen hier goede spullen. Snel. Durf je snel. Kijk aan, golden apple. Die willen we meteen hier hebben. Nieuwe swiftness bottles, dankjewel daarvoor. Oké, lig je zelfs een iron body, moet ik ook nog oppakken. Go. Ik gooi per ongeluk mijn pijlen weg. Maar goed, dat boeit me vrij weinig. Heb ik sticks weggeflikkerd? Ik weet niet, want ik heb namelijk heel veel iron bars gekregen. Maar goed, weet je, ik moet HP regen in verband met een team wat hier ook nog rond heeft. Ik heb inmiddels 5 kills en ik ga die game niet opgeven. Absoluut niet. Dit is mijn game. Klaar. Ik ben hier de king. En ik weet dat ik 10 levels heb. En ik weet dat ik eigenlijk normaal zou gaan enchanten wanneer ik 1 level heb. Alleen, ik weet niet of ik dat aandurf om nu naar het midden te gaan rennen om te gaan enchanten. Kijk, dit is ook heel mooi, die iron ingots. Maar kan ik ze gebruiken? That's the question. Weet je? Het is zo lastig op het moment. Want je wil natuurlijk nu niet de verkeerde keuze maken dat je uiteindelijk doodgaat. Dat is ook gewoon iets wat je gewoon niet wil. Invisibility heb ik niet nodig. Oké, goed. Wij gaan door. Ik denk dat iemand trouwens bovenop daar zit. Daarom wijs ik mijn kop pas deze kant op. Als ik hier namelijk voorbij ren, dan zie ik hier binnenin zie ik namelijk helemaal niks. Oké, er zit iemand daar bovenop. Maar goed, ik moet nu wel even gaan uitkijken naar wat er allemaal nog leeft. Want als het drie-man team nog leeft en een twee-man team, betekent dat er nog maar een aantal zijn die solo spelen. Dat is gewoon erg lastig. Want ligt hier echt... Yo, hier liggen wel sticks. Kijk aan. Dan ga ik dus juist de piramide inrennen. Want ik weet dat in de piramide... Nou, dat weet ik voor 80% zeker. Dat daar een crafting table zit, toch? In de piramide is toch wel een crafting table? Volgens mij wel. Want hey, als we een iron sword kunnen maken, dat vergroot alleen maar weer onze kans natuurlijk om te winnen. Doen we even wat meer damage. Dus wat dat betreft, we gaan er gewoon voor. We gaan er gewoon voor. Of zit hier echt alleen maar kisten? Dat kan natuurlijk ook. Dan faal ik wel heel hard. Maar ik hoop in ieder geval
dat we hier ergens een crafting table zullen vinden. Ook nog spullen op de grond? Nee. Oké, ik denk niet dat hier een crafting table zit, Buffy. Nee, hier zit, dat zit hier niet. Oké, dus dat zit echt in het stadje zelf, in de huisjes of in, misschien bij de spawn. Ja. Ja. Daar zien we iemand. Zie daar? Oké, hier is een 3-man team. What the fuck is? Doei. Ja, ik heb speed. Ik wil zeggen, ik heb speed. Maar hun zijn ook snel. Holy damn. Oké, doorrennen, Duffy. Door. Goed, het 3-man team is weer compleet. De E-team. Nee, dat zijn de 4 of 5. 4 volgens mij. We durpen gewoon rustig door. Laten we eerlijk zijn, mensen. Ik heb gewoon goede gear. Ik wil niet dood. Ik durf te wedden, als het allemaal 1 tegen 1 was geweest, dat ik misschien dan de game nog wel kan winnen. Maar ik durf het gewoon nu niet aan. Terwijl hier een normale speler 2 kills pakt en die daarna doodgaat. Oké, dat betekent dat bijna de damage gaat beginnen. Dat betekent ook dat het 3-man team is aangepakt. En dat betekent ook dat ik naar het midden kan. Denk ik. Weet je, ik ga het gewoon proberen om hier sharpness op te halen. Fuck het iron sword te maken. Terwijl we hem hier misschien wel snel kunnen maken. Oké. Grapje, we hebben er toch eentje. Oké. Sharpness. Projectile protection. Kom op, Godivy. Protection. Een breking. Oké, dat is weer falend. Oké, deze voegen we snel samen. Gaan de levels er weer af. Hoppakee. En nou nog 1 kans. Kom op. 3 keer een scheepsrecht. Protection. Kijk aan. Boom. Protection. Heerlijk. Oké, helmpie. Go for it, helmpie. Go for it. Protection. Hoppakee. Schoenen. Heb ik nog mooie schoenen voor mij? Ja, ik heb nog wat chain boots. Kom op, level 1. Enchant op de chain boots. Kom op. Oh! Als ik dit nog mag overleven. God damn it. God freaking damn it, mensen. Ik was zo ontiegelijk lekker bezig. Maar ze waren te dichtbij. Ze waren te freaking dichtbij om nog te kunnen weg. Als ik weg zou rennen, zou ik ook gehit worden. Speedbot, ik zou ook gehit worden. Uiteindelijk ben ik toch nog door het 2-man team wat uiteindelijk van hun over is gekild. Het was een VIP. Ik hoop dat zij heel veel fun hebben gehad deze game. Ze hebben de game in ieder geval... Er zijn nog 2 VIP's samen ook trouwens. Ze hebben voor mij de game zwaar verpest. En dit bewijst me weer, mensen, waarom wij teamers... Of nou ja, waarom ik teamers zo ontiegelijk hard haat met het gear wat ik heb gehad. Ik voel me ook sorry voor deze persoon die hier nog leeft. Want kijk naar zijn of haar gear. Deze is dood. Simpel, deze dood. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou toch leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft niet om een like aan te klikken. Vergeet niet om abonneren te klikken. En lekker het in de reacties achter. En ja, we hopen dan morgen maar weer dat we een win kunnen pakken. Want op deze manier lukt het gewoon niet. Mensen, tot morgen.